Erik Dijkstra heeft gisteravond in de talkshow van Eva Jinek scherp gereageerd op de jammerende Philan Ekis. De vooravond was simpelweg geen goed programma. Ket over IT. Philan Ekis staat momenteel in het nieuws vanwege haar samenwerking met Kees Schaap aan een documentaire over cancelcultuur, die uiteindelijk niet werd uitgezonden door BNNVARA. De omroepbaas wilde bepaalde elementen verwijderen, maar de makers hielden vol, waardoor de film nu wordt uitgebracht onder de vlag van Omroep Max. Een van de onderwerpen in de documentaire is dat Philan's talkshow de vooravond 2 jaar geleden van de buis werd gehaald door BNNVARA, en volgens de presentatrice kwam dat deels door haar overtuigingen. BNNVARA is sectarisch en woke. Ze hebben me weggestuurd, me in de steek gelaten en veroordeeld. BNNVARA-ster Erik Dijkstra herkent zich hier niet in. Hij zei gisteravond in Jinek, tja, ik vond de vooravond eigenlijk gewoon geen sterk programma. Dat kan gebeuren, weet je. Dan kun je ook besluiten om met zo'n talkshow te stoppen. Eerlijk gezegd vind ik het nu. Wat is het? 2 of 3 jaar later. Ik vind het wat overdreven om daar nu nog over te klagen. Ket over IT, weet je wel. Erik bekritiseert het beeld dat wordt geschetst van zijn werkgever. Vandaag lees ik weer verhalen in de krant over een cultuur van angst bij BNNVARA. Dan denk ik, ik werk ook al 15 jaar bij BNNVARA en ik merk daar eigenlijk niets van. Heeft Philan dan geen punt dat er bij de omroep minder ruimte is voor onwelgevallige meningen? Een cultuur van angst, waar heb je het over? Iedereen mag toch zeggen wat hij wil in dit land? Zij, ik en iedereen. Wat vindt Erik ervan dat BNNVARA de documentaire wilde annuleren? Ik was ook niet betrokken bij het hele proces van hoe dat is gegaan. Op een gegeven moment, als er interne zaken spelen zoals het verhaal over een kerstpakket en dergelijke. Ik was er niet bij, maar als een omroep zegt, we willen dat eruit, en de makers willen dat niet, dan ontstaat er een discussie. Hij vervolgt, weet je, eigenlijk. Ik merk dat het me een beetje. Ik vind het eigenlijk niet zo'n interessant onderwerp of zo, geloof ik. Ik voel er niet veel bij. Ik herken mezelf niet in die beschuldigingen en als ik dan verhalen lees over een cultuur van angst en je mag niets zeggen. Tja, waar gaat het eigenlijk over? Gaat hij de documentaire van Philan bekijken? Nee, waarschijnlijk niet. Dan moet ik gaan kijken waarom een programma 2 of 3 jaar geleden gestopt is, dat vind ik niet zo relevant eigenlijk. Presentatrice Eva Jinek daarentegen zal wel kijken. Ik ga kijken. Ik ben geïnteresseerd als er zoiets speelt bij zo'n onderwerp. Ik ben er natuurlijk niet bij betrokken, dus ik kan het ook niet beoordelen, maar ik vraag het aan jou omdat het jouw omroep is en jij er mogelijk meer vanaf weet. Erik, nee, eigenlijk niet. Ik vind het gewoon niet zo'n interessante kwestie. Weet je wat ik er vervelend aan vind? Die serie is gemaakt door Philan en Kees Schaap, en ik heb samen met Kees Schaap een serie gemaakt over de staking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar was ik erg trots op. Hij besluit, ik had eigenlijk meer van dat soort series willen maken. Dat zijn onderwerpen die me meer aanspreken. Dit gedoe over een talkshow die 2 jaar geleden van de buis is gehaald, vind ik niet. Ja, het is gezeur. Dat heb ik hem ook gezegd. Hij zegt, ik vind het wel belangrijk. Nou ja, dan moet je ermee doorgaan. Erik ontvangt felle kritiek op zijn onvriendelijke uitspraken bij Jinek. Philan's ex-partner Wierd Duk tweet, Erik Dijkstra valt een collega-presentator van Op 1 aan Philan Ekis bij Jinek, terwijl ze niet aan tafel zit en zich niet kan verdedigen. Dat is bijna erger dan die keer dat hij bijna iemand zwaar verwondde door een bierfles te gooien. Opiniemaker Erik de Vlieger, Erik Dijkstra kruipt diep in de kont van zijn baas en toont geen respect voor Philan Ekis omdat het hem beter uitkomt. Wat een ongelooflijke waardeloze kerel is die vent. Alsjeblieft BNNVARA, breng dit over aan die slappe zak. En Ron Vergouwen, tja, je moet het van je voormalige collega's hebben. Maar ach, de kerstbonus is binnen.